Je staat er eigenlijk niet bij stil. Je wordt wakker, opent je ogen en vanaf dat moment kijk je om je heen en zie je alles wat er gebeurt. Maar wat als je niet kunt zien? Hoe ervaar je dan de wereld om je heen? En misschien nog belangrijker, hoe ervaar je jezelf? Bij het Closed Eyes Festival word je geblinddoekt en kom je op bijzondere wijze in aanraking met kunst, met anderen en met je innerlijk. Sowieso het eerste Closed Eyes Festival. Er zijn wel meerdere belevingsactiviteiten geweest en exposities. Maar nu werken we echt samen met verschillende artiesten, zodat er ook dans en muziek en ja, beeldende kunst en proeverijen en allerlei culturele activiteiten zijn. Zintuigen die worden vandaag aangesproken en je gaat dus met je ogen dicht dingen ontdekken. Hoe je de dingen anders ervaart dan met je ogen open. Dus veel meer inderdaad in jezelf. En bij één workshop, als jij dus bijvoorbeeld een geluid- en geurenworkshop of performance aan het volgen bent, dan word je ook automatisch veel bewuster van andere dingen. Dus je bent aan het ruiken en aan het luisteren, maar je voelt ook in je lijf. En ik merk wel dat zij daar echt een voorsprong in hebben en veel bewuster en meer met aandacht aan het kijken zijn. Ja, dat noem je dan intrinsieker, zeg maar. Hè? Meer bij het moment en jouw ervaring op dat moment. En als je zo met kunst bezig bent, dan ben je heel dicht bij jezelf. En in dat opzicht denk ik dat blinde mensen misschien wel een stapje voor hebben. Als ik dan met een nieuw schilderij begin, dan heb ik gewoon dingen in mijn hoofd die ik zou willen doen. Dan zeg ik van, ik wil dat en dat maken en dat, die en die kleuren moeten erin zitten. En ik werk het liefste met mijn vingers, zonder handschoentjes. Dan krijg ik wel heel vieze vingers, maar in mijn vingers heb ik het meeste gevoel. Als ik met een kwastje moet werken, dan heb ik geen gevoel bij wat ik maak. In het begin, toen ik nog slechtziend was, kon ik het beeld zelf nog volgen. Nu ik blind ben, moet ik ook meer van mijn eigen gevoel uitgaan. Ik voel me zeer bevoorrecht dat ik dit kan doen. Ja, ik doe het ook met hartstikke veel plezier. Hoe heeft u op deze manier de expositie ervaren? Nou ja, daar kom je denk ik het dichtst bij wat de essentie is van dit verhaal. En dat is toch het blind zijn, een bepaald zintuig niet kunnen gebruiken. En ja, dan merk je inderdaad dat, ja, ben je natuurlijk uit theorie ook wel wist van, dan moet je andere zintuigen gaan gebruiken om dat te compenseren. En ja, op deze manier ontkom je die niet aan en kan je het gewoon zelf heel goed ervaren. Dus dat vind ik wel een heel bijzonder is. Ik heb het niet eerder zo gedaan. Dus, ja. Nou, wat ik een ontzettende meerwaarde vond is, je kunt deze kunst voelen en dan voel je dat de steen hard is en koud en glad en dat die... Naarmate dat je langer voelt, dat die kou dan wegtrekt. Dus dan ben je vooral met het lijfelijke gevoel bezig. Maar bijvoorbeeld bij die beelden kwam ook een lied van een blinde moeder over haar kind en haar man. En dat is dan zoveel meerwaarde. Want weet je, de connectie is zo mooi hier. Alles wat je voelt, maar het verhaal achter die werken, dan maken het zo menselijk bijna. Zoveel meer als alleen maar een tactiele ervaring. Is het zo dat men tegenwoordig minder in contact staat met de binnenwereld? Ik denk sowieso dat wij heel veel naar buiten gericht zijn, met uiterlijk bezig zijn. Tuurlijk is dat ook belangrijk. Hè? Je wil jezelf op een of andere manier presenteren of communiceren. Voor mijzelf is het de uitdaging, want ik werk als kunstenaar met blinde en slechtziende mensen. Van hen heb ik geleerd hoeveel meer er nog is. En hoe blind wij
waar de meeste de mensen dus, zien de mensen daarvoor zijn. Dus ik heb ook een boek geschreven 5 jaar terug, Je zintuigen als inspiratie. En eigenlijk is het mijn eigen les, maar ik vind het zo leuk om andere mensen daarmee te inspireren. Dat we dus ja, vanuit onze andere zintuigen waarnemen. Volgens mij is dat je gereedschap waarmee je de buitenwereld naar binnen brengt, maar ook jouw binnenwereld weer naar buiten brengt.